oefening baat kunst. Dat lieten 70 Vechtdal-muzikanten zaterdag 24 mei horen in het LOC in Hardenberg. Daar organiseerde de stichting Havabra haar eerste jeugdmuziekdag. Onder leiding van dirigent Henry van Loo repeteerden de muzikanten de hele middag. 'S Avonds brachten ze het geleerde in praktijk. Het klein concert werd een groot succes. Je kunt
natuurlijk alles uitstellen. Maar ik ben een type docent die alles vanaf het begin zoveel mogelijk meegeeft. Geen geheim, niks achterhouden. Naast techniek, zelfstandig werken. Hoe jong je ook bent, dat gaat natuurlijk over het speel, zeg maar. Zeer doordacht op een lieve manier. Dus denk ik zo van, nu moet je vanaf zelfstandig spelen. Natuurlijk gaat het niet zo. Dan ga je in een bepaalde onderwijssetting. En zo leer je dat kinderen heel spelenderwijs leren. Heel zelfstandig spelen. Maar ook op een stukje, dat heet conformeren met les geworden, dat ze aan elkaar hangen als daar aan de wil om het samen goed te doen. Dat is dan het prachtige van een orkest. Dat heeft gezien, hè? Ze luisteren zo goed aan elkaar, ze weten precies wat er gebeurt en komen precies gelijk uit het einde. Nou, dat zijn die dingen die erg belangrijk zijn voor het orkestspel. En dan kan een dirigent zijn echte werk gaan doen, als het niveau wat hoger wordt. Dat is het inkleuren van de klank en de dynamiek regelen en dat soort zaken. Dus eigenlijk de kunst van een elkaar geven. Dus, fantastisch. We gaan nu kolonel Hachi Smart spelen. En wie wil daar iets over vertellen? Of ja, we hebben het over aankondigen gehad, maar niet over van andere gasten moet zijn. Aankondigingen. Ja, iets met een olifant of zo te maken. Een Jungle Book is dat, hè? Wie heeft dat gezien, Jungle Book? Ja? Ik steek een hand op. Alle 40 plus is oké. Thank you.
heren. Ik hoop dat u geniet van ons korte concert. U snapt ook waarschijnlijk heel goed dat dat een hele kunst op zich is voor die jongelui om die muziek in een paar uurtjes in te studeren. En dan ook met elkaar goed te laten klinken. Dus pijt je af. Maar het programma zit er wel op. Dus we zijn helaas aan ons laatste nummer. Maar we gaan natuurlijk nog niet helemaal direct stoppen. Want we gaan nog wel even nog heel iets van die orkestdiscipline laten zien. En dat is het volgende. Ik wil hier even de eerste noot van het volgende werkje. Ik ga eens even lang spelen. Op mij aangeven. En dan hebben we het over dirigeren, natuurlijk met studenten, en hebben we ook dirigeren. Nou, ik wil niet vervelend doen, maar je hebt ook mensen die kruipen onder de lesnaal om hetzelfde effect te krijgen. Of die klimmen op stoel om het orkest heel hard te laten spelen of heel zacht. Dat kan met stukken bewegen, heeft u gezien, hè? En dat is nog een van mijn punten van opleiding. Jongelui leer je binnen 5 minuten goed werken. Binnen 5 minuten weten ze wat het betekent. En ik heb er heel weinig woorden aan vuil over gemaakt. Ik heb 1 keer misschien gezegd van, ja, ik doe zo. En nu is het bedoeld dat je gewoon stop is al. 1 keer. En dat is het door. Kijk, mensen met jeugdwerk is een waanzinnig fenomeen. Ze leren zo ontzettend snel, ze ontdekken zo snel. Dat is gewoon een vreugde voor een leerling om dat te mogen doen. Nou, dan zegt die jongens natuurlijk, moet het wel goed doen. Je moet snel beginnen te leren. Nou, dus, en ik wil dus de vraag even de wethouder uitnodigen. Om datzelfde reden ga ik even een short cursus geven. Hij zegt dat hij in een half middag kan leren blazen, maar ik moet eens kijken of hij dat met u weer ook kan. Dus meneer de wethouder, ik ken u nog niet, ik ga even een hand geven. Fantastisch. Dit is een dirigeerstok. Ja, dat is fantastisch, is dat, hè? Ja, ik ook. Dit is het mooiste wat er is. Nou, als u nou eens even een beweging naar boven maakt en een beweging naar beneden. Dus u gaat even zo klaarstaan zo. Maak de beweging naar boven en naar beneden.